een hele heftige bovenbeenblessure. Dat ik al last had van mijn benen als ik op de gewone fiets naar het dorp fietste. En dat was voor mij ja, een hel als topsport als je niet je sport kan uitoefenen. Is het allemaal voor jullie gereserveerd? Mogen we me hier neerzetten? Wij willen alles. Ja, dan doe ik dat. Ja, dat is voor mij fysiek en mentaal heel erg zwaar geweest. Maar uiteindelijk ben ik toch teruggekomen. Ik heb een jaar geen wedstrijden kunnen rijden. Okay. En ik had nog steeds die drive om terug te komen, om mijn oude terug in het niveau terug te komen. En toen heb ik ook wel mezelf de vraag gesteld van wanneer ben je tevreden? En ja, ik kwam al snel tot de conclusie dat ik niet tevreden ben met zomaar in het peloton mee te fietsen. Ja, met een wereldbekeroverwinning in Hoogerheide, het klassement winnen, is toch wel een van mijn hoogtepunten geweest, ja. Kom, waar je niet weg? Weet je, ik heb een hele mooie opleiding behaald afgelopen jaren. Dat heb ik gewoon gelijktijdig met mijn topsportcarrière gedaan. En dat vond ik heel normaal. Dat is helemaal niet normaal. Dat is hartstikke uniek natuurlijk dat je dat doet. Besef ik me nu. Maar ik heb ook die drive om over iets met mijn maatschappelijke carrière te doen. En dan kan ik wel wachten tot ik 35 ben. En ik ben nu 27 en ja, het is gewoon wel mooi dat ik nu gewoon een streep achter mijn carrière kan zetten. We gaan naar deze afrekening van de week. En dan kunnen ze dan beginnen aan 40 minuten. Stik daar nog op de laatste. Een mooie carrière heb ik gehad en ja. Ik heb veel dingen meegemaakt, veel mooie mensen mogen ontmoeten, mooie overwinningen in de wacht gesleept, ook wat dieptepunten meegemaakt. Maar ja, dat hoort bij het leven en het heeft me gevormd als Sanne en ik denk dat het me veel gebracht heeft en waar ik heel veel dingen weer heb voor in de toekomst en waar ik kan op een mooie carrière terugkijken. En ik zou hem nou een applaus vragen voor de immers groenlachse Nederlandse Sanne van Paassen. Laat tevreden, neem maar in de middenbaan Sanne. En Sophie die heeft een en ander klaar.